Geachte aanwezigen, vanavond herdenken wij alle slachtoffers van oorlogshandelingen en vredesmissies waar ook ter wereld. Daniël Logmans, leerling van Christelijk College Schaarsvoorde, leest het eigen geschreven gedicht Aan de onbekende soldaat aan u voor. Hierna kunt u luisteren naar het muziekkorps Eendracht met Salvation is Created. Hier ligt de Frans soldaat die stierf voor het vaderland, 1914 tot 1918. In vrede geboren, maar niet gestorven. 9,5 miljoen broers, geallieerden, vijanden. 1 onbekend individu. Gevochten en gestorven voor vrede. Tot rust gekomen onder de triomfboog. Na de onderbreking barst de hel weer los. 20 jaar later is de triomf vergaan. De vruchteloosheid lacht om zijn overwinning. Het domein van het kwaad zegeviert. Angst leert weer in de straten van Parijs. Het is de zonsondergang. Het avondland huilt om de naderende nacht. Hoe verloopt de toekomst? Zal er vrede zijn? Zal er echt vrede zijn? Lijkt angst te regeren, nu de stad Parijs weer treurt. Nu terreur door zijn straten rent, gewapend met een leven. Onbekende soldaat, ben je wel gestorven voor vrede? Heb je gevochten voor je leven? Om te sterven in de hel? Vrede lijkt op een illusie, een stilte tussen stormen. Is geweld een contrast om de vrede te kunnen onderscheiden? Of vormt het een gauw geheel over het pad dat de tijd traag bewandelt? Hoe vaak moeten mensen nog leren zijn vrede te koesteren, te bewaren, lief te hebben, te delen en door te geven?
gaan over tot de kranslegging. Namens het gemeentebestuur leggen wethouder Rijks en wethouder Wiltink een krans. De heer Van Gelder en de heer Golen leggen namens de Joodse gemeente een bloemstuk. Ilse Kemping en Daniel Spijting leggen namens het Christelijk College Schaarsvoorde een krans. De heer Kraaienbrink en mevrouw Kraaienbrink leggen namens de Aaltense Musea een bloemstuk. Mevrouw de Groot en de heer Bretthouwer leggen namens het Beraad van Kerken een bloemstuk. De werkgroep Aalten Oranje.
Alle overige aanwezigen krijgen nu de gelegenheid tot een bloemlegging. Zo dadelijk wordt de declamatie verzorgd door mevrouw Gussinklo, getiteld Groene Grensovergang. Hierna kunt u luisteren naar het muziekkorps Eendracht met Hymn to the Fallen. Grensovergang. Krap een kwartiertje gaans van hier de bocht om, vier ik, gelukkig mens, bij vogelzang en zonnig tij, mijn ochtendondergang in een vrij en vredig heden. Slalomend tussen hoge bossages, bedauwde braamstruiken en gelende graspollen, ontrolt zich voor mijn geestesoog een beeld, een verhaal. De grauwe betonnen palen, bemost, genummerd en wel, spellen ze mij een verleden in steno. Prikkeldraad, smokkelwaar, gepaard met slimme waarheden en vaardige liegerijtjes verhuist het geheim gerei geruisloos en snel over en weer de voordeur in, de achterdeur uit, naar elders, werd ons verteld. Weltkrieg, verzet en verraad, daadkracht en angst, afgedwongen landsbelangen, wankel, vertrouwen en overmoed. Goed en fout gaan onverhoeds, maar bijna onontkoombaar, hand in hand. Onrustbarende schare vluchtelingen, duizend dilemma's, honderdduizend vluchten. Onderduik, fnuikende spanning, geredden, gesnapten, miljoenen levens door het regime vertrapt, weggevoerd en nooit teruggekeerd, en gevallenen in het onverteerbare getal. Grenslandschap,
willekeurige sperren, waar boven in sterrennachten de loden dood overheen joeg, niets ontziens. Waar over en weer vriendschappen, liefdes, noberhulp, voorheen onbegrensd, gaande 5 jaren verloren raakten, kapot gegaan aan een in stand gehouden waan. Groene grensovergang, open, onbewaakt, broze verworvenheid, ontstaan in tijden van hoop. Belofte door de nieuwe wind bewogen, zwanger van een zinderende energie. Mogen onze vrije doorloop niet worden geofferd aan angst en xenofobie. De fatale ironie van een geschiedenis die zich herhaalt.
geef nu het woord aan wethouder Rijks. Dames en heren, meisjes en jongens. Vandaag, donderdag 4 mei, staan we ook in onze gemeente stil bij wat niet mag worden vergeten. Herinneren wij ons hier op deze plek de offers die zijn gebracht om ons in vrijheid te kunnen laten leven. De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en dan met name de slachtoffers van de Holocaust. Het op de meest gruwelijke wijze systematisch uitroeien van de Joodse medemens mag nooit vergeten worden. Gedenken we burgers en militairen die waar dan ook ter wereld zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Staan we stil bij die gewapende conflicten, maar vooral staan wij stil bij mensen. Bij vaders, moeders, opa's, oma's, zonen, dochters, vrienden, collega's en buren die stierven, vochten, onderdoken, zich hebben verzet of ons hebben bevrijd. Mensen die stuk voor stuk meeschreven aan dit stuk van onze geschiedenis. Al 72 jaar sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1945 is er vrede in ons land. De meesten van ons hebben de oorlog niet meer meegemaakt. Maar we lezen de krant en zien de beelden op televisie van aanslagen en oorlogen. En als ik Aleppo zeg, dan denk ik dat u meteen de beelden van die verwoeste stad in Syrië voor u ziet. En dat er al jaren een grote spanning heerst tussen Noord- en Zuid-Korea, is u wel bekend. De grootste dreiging is op dit moment radicalisering en terrorisme. Extremisme vormt een serieuze bedreiging voor onze nationale veiligheid, voor democratie, voor vrijheid. Onze regering neemt maatregelen om terrorisme te bestrijden en aanslagen te voorkomen. Tegelijk is het belangrijk te blijven inzetten op vreedzaam samenleven van verschillende groeperingen in ons land. Want dat is nog steeds een kenmerk van de vrijheid, waar de mensen die we vanavond gedenken hun leven voor hebben gegeven. Over oorlog lezen of het op een scherm zien, dat is niet te vergelijken met een oorlog meemaken. Het is ingrijpend om te voelen dat je leven niet meer hetzelfde is en nooit meer hetzelfde zal worden. Het besef dat je niet zomaar de straat op kan gaan, niet zomaar mensen kunt ontmoeten en met elkaar ideeën en gedachten kunt delen. Dat je niet meer mag zeggen of doen wat je wilt. Dat je heel snel je spullen moet pakken om ergens anders te gaan wonen, ook al weet je soms niet waar die nieuwe veilige plek is. Dat je bang bent of wordt voor mensen, omdat je niet meer weet wie je wel kunt vertrouwen of juist niet. Dat vreemde uniformen je een onheimisch gevoel geven, terwijl je je tegelijkertijd realiseert dat je geen keus hebt. Dat je niet weet of je degene van wie je houdt en die verdwijnt of wordt meegenomen ooit nog terugziet. Die ervaring laat littekens na. Dat weten niet alleen onze familieleden, vrienden en buren die de Tweede Wereldoorlog meemaakten en overleefden, maar ook de oorlogsvluchtelingen die in onze gemeente zijn komen wonen. Hulp voor Vluchtelingen Aalten organiseert de begin april voor de derde keer een meet and eat. Gastgezinnen gebruiken dan samen met bewoners van Groot Deun een maaltijd. Zo leren ze elkaar kennen en luisteren ze naar elkaars verhalen. Een goed initiatief dat aansluit bij waar wij vandaag bij stilstaan. En als Groot Deun in de loop van dit jaar gaat sluiten, zullen wij ons vooral moeten richten op de vluchtelingen die in onze gemeente komen wonen. Want juist omdat de meesten van ons het gevoel dat bij de oorlog hoort niet kennen, moeten de verhalen steeds worden verteld en gehoord. Heel fijn ook dat leerlingen van Schaarsvoorde hier zoals elk jaar aanwezig zijn om samen met ons te gedenken. En ik blijf hoopvol, want gisteren kwam ik op ons marktplein in het dorp kinderen tegen, ditmaal van het Urenhof in Doetinchem, die vragen stelden over ons dorp, over de steen van Jan Wickering,
over de Stolpersteinen en over het Onderduikersmuseum in ons dorp. Verhalen die ze uit datzelfde museum hadden meegekregen en waar ik ze kon wijzen op de plek waar de synagoge staat. En dat de verhalen die daarbij horen nog steeds worden verteld. En gelukkig in ons dorp niet worden vergeten. Want wat de Joodse gemeenschap overkwam mag zich niet herhalen. En door die verdrietige, gruwelijke, ontroerende en heldhaftige verhalen met elkaar te delen, beseffen wij hoe kostbaar vrede is. Onze vrijheid. En voelen we hoe waardevol het is die vrijheid door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dus laten we vanavond hier met elkaar bij dit oorlogsmonument met elkaar herdenken en elkaar helpen herinneren. Met woorden, met bloemen, met muziek en met wat we net deden, 2 minuten stil zijn met elkaar. En door samen ons volkslied te zingen. Om zo, ook al staan we hier met lege handen, met een warm hart de vrijheid door te geven. 2 minuten stilte voor hen die vochten voor de vrede. 2 minuten respect voor levens verloren in de strijd. 2 minuten medeleven voor hen die getekend overleefden. 2 minuten dankbaarheid voor onze vrijheid. Ik wens u namens het gemeentebestuur vrede en wijsheid en voor morgen een onvergetelijke bevrijdingsdag. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens.